Lieve mensen, ja, ik ben vergeten een intro en outro op te nemen. Niet zo slim, maar goed, kan gebeuren. Lieve mensen, we zijn vandaag de straat op gegaan om mensen te vragen waar ze nou echt spijt van hebben. En hiervoor zijn we naar Kermis gegaan in Rotterdam. Het was super gezellig, dikke zo naar iedereen die erbij was. Ja, like, abonneer, check me al mijn socials, Instagram, TikTok, alles is anderhalf man. Ja, en dan wens ik jullie heel veel kijkplezier. Les, wat is je naam? Guillaume. Wat? Guillaume. Ja. Luister bro, waar heb jij het meest spijt van? Ik heb nergens spijt van. Je leeft maar één keer, dus je moet je leven leven hoe je het wil leven. En als dingen fout gaan, gewoon knop opzetten en scheid hebben. Maar je hebt nooit iets gedaan waarvan je denkt dat ik echt beter niet kunnen doen? Nooit iets waarvan je hebt geschaamd? Nee. Jij bent, dus je bent perfect? Ja. Ja. Voor mijzelf ben ik perfect. Voor jezelf? Maar voor anderen hoef ik niet perfect te zijn. Oh, maar ook ik niet... Ik leef voor mijzelf. Niet met een dame, niet met je moeder, niet... Nee. Niet betrapt? Nee. Nergens spijt van? Nee. Lekker jongen, dat doe je goed hè? Ja zeker. Lekker man. Hey, luister maar, wat is jouw naam? Lee Rhino. Sorry? Lee Rhino. Lee Rhino. En jouw naam? Joachim. Wat? Gewoon Joa, gewoon Joa. Joa? Ja. Soldaat, en jouw naam? Ro. Ro, oké, luister bro. De vraag van vandaag is, waar heb je het meest spijt van? Wat heb je gedaan waar je echt spijt van hebt? Iets waar ik echt spijt van heb toch? Dus, ik takte vier duimen. En toen hebben ze me alle vier gepakt gewoon. Hoe is het gepakt? Bro, vertel gewoon, het. Gewoon een vriendin, kende een vriendin. En dat was twee. En eentje had me gesnitcht. En toen kwam het bij die laatste, omdat ik viraal ging. Onderdoor en... Waar ging je viraal? Omdat ik Zemma mensen had gepleed, wat niet waar is. Maar... Oh, oké. Is je pissie wel waar? Oké. Jij bro? Waar heb je meest spijt van? Want ik drie keer vreemd ging, man. Wow bro, drie keer is veel, man. Ja, wil je liever terug naar je ex, eerlijk? Ja? Wil je liever terug naar je ex? Nee, het is nog steeds mijn vriendin. Het is je vriendin? Ja, nog steeds. Maar ze weet het? Ja, man. Wow, jij hebt wel een vriendin met een gouden hart, man. Ja, gewoon. Ik wil dat niet zien ofzo, maar... Als hij jou drie keer vergeven heeft... drie keer? Hoe is dat gebeurd? Kijk, ja, man. Ik had een beetje gewoon scheid, man. Snap je? Ik had gewoon een beetje scheid. Weet ze dat je hier bent? Ja, dat ook. Zeker? Ja, zeker. We zijn hier ook? Ja? We zijn hier ook? Nee. Mag ze hier komen? Tuurlijk, mag hoor. Maar ja, ze deed een beetje moeilijk dat ik hier was. Even zeggen dat ik geen hoeren en zo. Nee joh, wat is jouw naam ook alweer? Joa doet dat niet, jongen. Hij is met mij de hele dag en zo. De hele dag was met mij, bro. De hele dag. Hij is de hele dag naar dames. Ik bedoel de andere jongens te kijken. Luister, waar heb jij meest spijt van, bro? Het is moeilijk, want ik denk gewoon. Zoveel dingen gedaan? Verbaas me hoor. Niet direct, maar ik denk gewoon. Ik ging ver van huis. Oh, en ik kwam 1 uur 's nachts thuis. En ik ben bij Antojaans toch, dus. Aangepakt. Ik kreeg een pak slaag. Oh, dat is wel fire, man. Ja. En in dat? Daar heb je toch geen spijt van? Ja. Ik bedoel, ik ben eergisteren 1 uur thuis gekomen. Ik heb daar geen spijt van. Ik wel. Ik ben nog nooit vreemd gegaan. Ik heb me niet. Veel niet vast. Ai, joh, daar ga je, joh. Hij liegt. Jij wilt uit te leggen, waarom lachen zij zo hard? Ik weet niet. Als zij niet vertelt, vertellen zij het, hè? Ja. Vertel maar! Wat heeft hij gedaan? Ja man, wat had hij ook weer gedaan? Ja man, had met dat chickie gemast en daarna had hij eigenlijk gewoon gebond. Ja man. Hij liegt. Hoe liegen man? Dat is niet waar joh, dat is niet waar. Is het gewoon bro, ja weet je bro? Van de een naar de andere bro. Goed bezig. Ja. Dank allemaal boys, hallo man. Dat is de hele. Voor iedereen die besnapt of gewoon te praten, geen relatie of zo vrij. Lage streepje, Griekse ei, 036, dankjewel. Mooi man. Luister, ik hou van mijn vriendin. Ze is niet mijn vriendin, maar ze is wel mijn vriendin. Ik hou van haar. Ja, niemand krijgt mijn snap. Ja. Is je vriendin, maar ze niet... Wat? Is je vriendin? Kijk, ze is mijn vriendin, maar ze is niet mijn vriendin. Kijk, een paar mensen weten dat ze mijn vriendin is. Dat denken ze. Maar nu weet iedereen dat dadelijk. Ja, maar ze kennen me niet. Niemand kent mij. Oké, je hebt gelijk. We moeten anoniem blijven, toch? Ja, je hebt gelijk. Ja, man. Kijk, snap je, ik ben Joa's toch, snap ik. Ik ben de loyaalste hier zo. Snap je? Ja man. Had je niet vrienden? Had je niet vrienden? Tuurlijk, ik heb gewoon vrienden, maar ik ben gewoon de loyaalste, snap je? Ik ben gewoon de loyaalste, snap je? Is goed jongen. Ik hou van mijn vriendin. Als je dit ziet, ik hou van jou. Ik heb niks slechts gedaan hier. Snap je? Ik moet over een half uurtje naar huis. Dat is hoe erg het is. Nou dan. Ik hou van de meisje waar ik nu mee praat. Mooi zo. Wat is je naam? Jay. Huh? Jay. Jay, en jij? J7. J7? Je echte naam? Jeroen naam? J7? Ja. Jij wilt jongen?
Luister, waar heb je meest spijt van? Wippen klaar voor mijn mattie. Wat heb je? Wippen klaar voor mijn mattie. Dat is anders, bro. Weet hij dat? Zo, dat is een goede vraag. Eerst wel, man. En hij wist het wel, nu weet hij niet meer. Is hij vergeten? Ja. Sterk verhaal, man, bro. En jij? Wat heb je gedaan waar je spijt van hebt? Zo, ik weet niet, man. Bro, kan niet. Moet met wat komen. Hoe lang weet je niet? Hoe oud ben je? 10. 10? Je bent echt schattig, hoor. Dat is wel dat. Hoe oud ben jij? 14, man. 14 en 10? Maar ja, oké, daar hebben we nog weinig meegemaakt. Heb je niet ooit wat gedaan waarvan je denkt... ja, man, een beetje ben je misschien niet kunnen doen als mama misschien niet zo boos geworden. 100 euro voor mijn vader gestolen. Wat heb je van je vader gestolen? 100 euro. 100 euro? Heb je teruggegeven? We hebben eerlijk, niet liggen. Hij heeft een dubbeling gekregen. Hoezo, hoeveel heeft hij gekregen? Hij heeft een dubbeling van die geld wat voor hem verpakt heeft hij gekregen, kinderbijslag. Hij heeft 300 euro krijgt kinderbijslag per kind meestal, hè? 300 euro pakt hij op jou, hè? Dat is helemaal normaal, maar als je die gaat pakken, dan zegt papa, kinderbijslag voor mij. Wat ja? Ik maak ook zelf geld. Jij maakt zelf geld? Wat doe je voor werk? If you know, you know. Wat zeg je? If you know, you know. Niffo, zeg maar wat voor werk je doet. Wil je niet zeggen? Klusjes. Ja, soms doe ik gewoon thuis klusjes als ik snel geld nodig heb. Ja, dat is toch goed, jongen? Dan hoef je toch niet zeggen, if you know, want dan klink je als een drugsdealer. Dan ben je niet, toch? Je moet niet geen drugsdealer worden. Dankjewel, man, jongen. Dat is een heel. Dat is een hele man, boys. Hi, rest bro. Wat is je naam? Quinna. Quinna. Wat is jouw naam, bro? DVD. Sorry? DVD. DVD? Ja. DVD-speler? Nee, man, bro. Nee, maar die dingen zijn, zijn outdated, hè? Ik heet geen DVD-speler. Oké, luister. Ik heb een vraag, ja. Bro, waar heb je echt spijt van? Wat heb je gedaan? Of hij denkt, no, man, dat heb ik echt nooit van mijn leven moeten doen. Zo, geen idee, man. Begin bij hem. Moet je nadenken? Ja, ik moet even nadenken. Eindelijk met een zwak antwoord dadelijk. Ik begin bij jou, je moet nadenken en zo. Je bent gangster, je hebt dat niet nodig. Nee, ik weet sowieso gelijk. Oké, luister, waar heb je echt meest spijt van? Iets waarvan jij weet, ik heb dat echt nooit moeten doen. Wat ik nooit had moeten doen? Ja. Ja. Mijn kleine broertje. Ik moest niet tegen hem zeggen dat hij naar hondenpoep rook en zo. Zulke dingen, man. Ja, oké. Is dat je kleine broertje? Ja, man. Daarom ik hou van hem. Soldaat, man, bro. Hola, soldaat. Broederliefde is belangrijk. Ja, veel boys schamen zich hiervoor, hè? Ja, zeg, hij is gay en zo, maar Holland is gay. Ja, daarom sowieso niet gay, man, bro. Soldaat, maar wat heeft dat tegen hem gezegd? Wat heeft hij tegen hem gezegd? Ja, hij raakt gewoon naar hondenpoep en zo, zulke dingen gewoon. Hij irriteert me en zo, ik werd boos. Gewoon dat en zo, maar hij is mijn G, dus ja. Maar hij vergeet jou toch? Ja, sowieso. Soldaat, man, heb je nog wat anders? Of ik nog wat anders heb? Ja, misschien bedraad of zo met iets, ik weet niet. Nee, man, eigenlijk niet, man. Nee? Nee, man. Oké, dan komen we nou. Dankjewel, man, bro. Dan komen we nou terug bij jou, ja? Omgaan met verkeerde vrienden, man. Oké, en wat deed die verkeerde vriend dan? Waarom waren zij verkeerd? Kan ik niet hier zeggen. Je weet allemaal wat is, hè? Maar je hebt al sterker veranderd. Je hebt je sterker veranderd. Ja, zeker. Soldaat, man, bro. En heb je zelf wat verkeerd gedaan? Ja, veel. Wat heb je gedaan, bro? Verkeerde invloed gewoon. Ja, maar je mag het zeggen nu, want nu je bent veranderd. Nee. Nu kan je andere mensen inspireren in de volk. Heb ik achtergelaten, het verleden. Soldaat, man, bro. Holalo. Positiviteit box. Hey, jullie zijn goede jongens. Holalo, jullie zijn goede jongens. Dat was het, man, boys. Dankjewel. Wat ben je? Ik ben 13. 13, luister, man, bro. Ik heb van jou vragen, ja? Ja. Wat is iets wat je hebt gedaan waar je echt spijt van hebt? Waarvan je echt beter niet had kunnen doen? Een relatie nemen. Met wie? Ik kan niet namen zeggen, natuurlijk niet. Oud was ze? Oud is ze? Gewoon alsof me. Ja, op mijn leeftijd. Oké. Ook 13. En wanneer is het nu uit? Ja. Hoe lang is het uit? Is met 4 maanden of zo. 4 maanden? Ja. En waarom is het uitgegaan? Haar ma weet wel over onze relatie, daarom. Haar moeder? Ja. Is dat een probleem? Ja, een beetje. Weet jouw moeder niet? Nee. Oh ja, dan snap ik het. Ja. En hoe noem je dat? Hoe lang hadden jullie? Een jaartje en 3 maanden. Oh, best lang. Ja. En wat ben jij, Marokkaans? Syrisch? Ik ben Syrisch. Syrisch, en zij? Sorry? Wat is zij? Zij is ook Syrisch? Ja. Oh, oké. Okay. Wil je wat tegen haar zeggen? Like, share, alles. Nee, tegen je vriendin. Ja, vriendin? Ex. Heb je al een nieuwe vriendin? Nee, nu niet. Oké. Okay. Wil je wat tegen je ex zeggen? Veel plezier met je leven. Je gunt haar het leven. Ja. Dat vind ik wel lief, man. Dat is wel soldaat, man. Ja. Wat is nou jou? Wat is je naam? Ajay. Ajay. Hoe oud ben je? 20. 20. Dus ik heb van jou vragen, hè. Wat is iets wat je hebt gedaan waar je echt heel veel spijt van hebt? Iets waarvan je denkt dat ik echt beter niet kunnen doen. Goeie vraag, man. Je bent 20, je hebt sowieso veel dingen meegemaakt. Op welk vlak? Welk vlak jij wilt? Goeie vraag, zo. Het kan in liefde zijn, het kan op school zijn, het kan thuis zijn, het kan buiten zijn. Ik denk... Sport.
Ik had denk... zeg. Ik had... Kom. Dus ik zat in tweede klas en ik had gewoon een stoot aan een meisje gegeven, man. Ja, man. Hola, was dat het? Ja, man, dat was... Ik dacht echt, je zou zeggen, vierde werk in de prullenbak of zo. Nee, kerel. Je bent gewoon een lieve jongen, eigenlijk. Waarom sla je meisjes, bro? Dan ben je geen man, hè? Bro, ik was jong. Wat was je? Ik was 13, man. Waarom heb je meisjes geslagen? Had je ze hard gebroken? Nee, juist niet. Oh, wat dan? Het was vervelend, het was jou leuk. Moet ik echt die verhaal... Ja, Olaf, vertel die verhaal. Hij scoort. Oké. Vertel maar. Dus, we waren in de klas, toch? Ja. Dus die vrouw, ze schreef eens op het bord. Ik zeg, ja, ze lijken op die letter F. Haha, leuk, grappig. Ze pakt mij op, ze gooit tegen die tafel, zeg maar. Wow. Dus ik sta op, ik denk, hè? Ik zeg, hè, ik ga me gewoon stoot, maar... Ja. Waar gaat die stoot? Waar komt die aan? Haar oog of zo, man. Ha, was die blauw? Was ergens hier, volgens mij wel, maar... Lauw. Ja, man. Fijn, man, bro. Ja, ik weet niet, heb je daar spijt van? Eigenlijk niet. Ja, want dan heb je er geen spijt van, bro. Maar het is wat ergste wat ik heb gedaan, zeg maar. Ja, oké. Okay. Want nu denk ik van, als je vrouw slaat, ben je geen man, bro. Ja, dat klopt. Want toen was je klein, jongen. We vergeven het je. Wij, de mensheid, vergeven het je. Is dat goed? Dat is goed. Denk aan, bro. Loop maar naar Sneeuw, man. Hi, Niffo. Wat is je naam, bro? Bro, ik heet Munir, man. Munir? Ja, toch. Salam alaikum, Munir. Dat is goed. Salam, le best. Begeer, maar hans hakkus le best. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hoe ben je? Ik ben 15, man, bro. 15? Ja, man. Lekker, man, bro. Wat is jouw naam? Levi, man. Levi? Ja, man. Goed Nederlander? Half. Wat is je andere half? Turks. Luister, wat is hetgene wat je hebt gedaan in je leven, bro, waar je het meest spijt van hebt? Echt iets. Ola, dat is een vraag, man. Dat heeft je gewoon af en toe wakker. Weet je, af en toe je bleef gewoon wakker daarvan. Kijk, bro, dit is eigenlijk wel bij iedereen, denk ik. Af en toe doe ik mijn moeder pijn op een, weet je toch? Op ja. Een manier, zodat ja. Ik dat niet wil, je weet toch? Snap ik. Jij ook, dat heeft hij ook. Dat heb ik zeker ook, broeder. Je weet toch? Ewa, en we maken fouten in het leven, dus ik denk alleen dat, hè, broer. En dat maar, wat, is gedaan? Wat heb je gedaan waarvan je zag dat mama echt pijn had? Dat je mama echt van dacht, shit, man. Ik ben je teleurgesteld in je manier? Ja, bro, dat is een moeilijke vraag, man, bro. Soms mijn best niet doen op school en domme dingen doen. Je weet wat ik doe toch, hè, bro? Ja, ja, tuurlijk. Ik denk dat het is. Maar ja, maar broer, we moeten ook positief denken in het leven, toch? Sowieso. Luister, bro, voor alle mensen. Op het Marokkaans wil zeggen, hey, shihetzik. Dat betekent leef je leven en doe je ding. Dat is wat ik gewoon wil meegeven aan de mensen. Man. Zeker, maar vergeet je ding niet, hè, aan je ouders. Zeker, aan mijn ouders. Je hebt gelijk aan mijn broer. Dankjewel, broer, voor je antwoord. Nu ben je aan de beurt. Nu is de Turk aan de beurt. Kan je Turks? Nee, ik kan geen Turks. Je bent gewoon opgevoed als Nederlander. Ja toch. Dat is geen stress, man, bro. Je gaat veel met buitenlanders om? Ja, alleen maar eigenlijk. Sterk, man, bro. Luister. Wat is hetgene waar je meest van spijt hebt? Wat heb je gedaan waarvan je denkt, shit, man, dat heb ik echt nooit moeten doen? Ik denk mijn school verpesten, man. Ja, man, wat? Ja? Wat doe je nu dan? Nu doe ik 2 HAVO, man. Maar ik ben blijven zitten. Ja, man, 2 HAVO sterk, bro. Ja, maar blijven zitten. Ik heb 2 HAVO niet gehaald. Ik heb 2 HAVO gedaan en ik ben naar 3 MAVO gegaan. Maar het is onnodig, toch? Weet je toch? Te weinig moeite doen voor school. Ja, en je blijft zitten. Ouders teleurstellen, zeg maar. Ja, ja. Dat is wel iets snap ik. Snap ik. Maar je doet nu 2 HAVO. Ja, man. Maar je kan het nog goed maken. Kan nog. Deze gooi je haar, het volgende. Is niet onmogelijk. Als al die andere 100.000 miljoen kinderen het kunnen, kan je het ook. Daarom. Wil je nog wat meegeven aan de mensen? Maak je school af en doe je best op school, man. Lekker, man, bro. Hoe oud was je? 15, hè? 15, man. Sterk, man, bro. Ik vind je een hele slimme jongen. Jij ook. Holla. Heel slim, heel vast van jullie. Dat is een hele. Alles goed? Ja, man, met jou. Alhamdulillah, man, broeder. Hoe ben je? Ik ben 39, man. Huh? Holla. Nee. Holla? Ja, vraag aan niet. Is hij 39? Hé, hey, hoe oud ben ik? 39. Wat is je naam? Ramiz. Ramiz, luister maar, bro. Ik heb van jou vraag. Ja, wat is er gedaan? Wat heb je gedaan in je leven, bro, waar je echt spijt van hebt, man? En ik weet, je hebt dat meegemaakt, bro. Je bent oud. Ik moet even nadenken. Bro, wow. Kom met wat? Je hebt sowieso wat geks meegemaakt, broeder. Met Ajax toen in een Feyenoord stadion, man. Wanneer? Die was wel gek. Laatste wedstrijd? Ja, man. Wat heb je gedaan? Holla, bro, je vrouw kwam zomaar op me af. Ja, tuurlijk, vriend. Wat heb je gedaan? Fuck Feyenoord. Orkun Kokçu, jou m***. Je hebt Turk omlaag gehaald, orospu çocuğu. Je krijgt kanker van die shit, man, bro. Maar rook je niet? Nee, man, broeder. Ik ben clean. Waarom heb je echt kanker? Je gaat dood. Ewa, van dit ook, nee. Van dit? Ja, niks. Nee, man, technologie. Net voor technologie geeft jou geen kanker. Ja, Wepen van 20 cent uit China wel, man. Net voor die dingen wordt op AliExpress gekocht en zo voor 20 cent, hè. Wat? Dit? Ja, man, bro. Nee, ja, nee, kijk, dit is, weet je wat dit is? Kijk, als je zeg maar die tornado van dinsdag hebt aangevoeld, neef, dan is die pizza op woensdag nog steeds niet overdagen. Hell no, man. Goed verhaal, man, bro. Ik begrijp hem niet, maar ik vind het een heel goed verhaal. Heel sterk. Wat is je naam, broeder? Ja, dat is Gilly. Gilly? Ja, man. Hoe oud ben je? 18. Luister, man, bro. Wat heb je gedaan waar je het meest spijt van hebt?
Wat doe je allemaal, Asa? Hebben die chickie samen gelukkig? Wallah, jij was daarbij? Wallah. Was daarbij? Is het echt gebeurd of is het een nep? Want ik zag dat het nep was. Het is zo gebeurd, chickie zwanger geworden. Nee. Ja, man. Nee. Jawel, man. Hey, ja, bro. Hey, je moest haar beschermen, man, bro. Je moest tegen de boys zeggen. Ik haar beschermen? Je moest tegen de boys zeggen: niet doen, je bent niet man. Is niet vet, is niet cool. Hoe moet ik dat doen? Die dame is misschien een beetje onzeker, man, bro. Waarom zijn 15 boys daar? Ja, bro, je moet man zijn. Je moet zeggen: kraa, boys, dat gaan we niet doen. Zo, bro, aan kleine kinderen dat ik zag op de video. Zo, mijn kleine kinderen, bro. Je moet zeggen als man: je moet zeggen, boys, laat die dame met rust. Snap je? Je moet haar respecteren. Misschien zijn ze het fout, maar je moet haar toch helpen. Is al gebeurd, bro. Die chickie wou het zelf, toch? Is al gebeurd. Ik weet niet of ze wou, misschien werd ze gedrongen. Nee, zo zeker. Nee. Niet meer. Heb je het zelf ook gedaan of niet? Nee. Waarom lig je? Ik lig niet. Hey, ik ga gewoon jou, mijn broeder. Oh, maar niet uit, Nif. Oh, wil iemand via Koningsdag nog? Ik ben maagd, ik lig niet. Zeg Holla, je bent maagd? Ja, man. Zeg Holla. Holla, ik ben maagd. Ben je gelovig? Huh? Ben je gelovig in iets? Ja, man. Ben ik christelijks? Bekeerd. Ben ik bekeerd? Moslim. Mashallah, broeder. Dan moet je niet neuken voor het trouwen, hè? Nee, nee, zeker. Oppassen, niet. Oppassen, Nif. Dat is denk ik, man, bro. Holla, dat is een heel loop. Yes, lieve mensen, dat was hem dan. Dankjewel voor het kijken. Abonneer, like als je dat nog niet hebt gedaan. Volg me op Instagram, volg me op TikTok. Heb je nou tips of ideeën? Laat het dan even achter in de comments. Dames en heren, fijne dag.